Nou, we hebben dus vanavond hebben we een feestelijke bijeenkomst met alle leden en oud-leden. En wat je net ook al aangaf, ook leden van EHBO Nederland. Allemaal uitgenodigd om dus ons 80-jarig jubileum te vieren hier. Nou, kijk eens aan. En de gemeente Rijsselholte heeft zelfs het gemeentehuis beschikbaar gesteld om in de grote zaal van het gemeentehuis het feest te mogen vieren. Dat is een enorm voorrecht, lijkt mij. Ja, dat is zeker. Dus blijkbaar zijn ze wel nauw betrokken bij het hele EHBO gebeuren. En heb je ongeveer een inschatting van hoeveel mensen je vanavond kunt verwachten? Nou, ik schat dat we hier ongeveer ruim 100 mensen verwachten vanavond. We zien inmiddels allemaal mensen binnenkomen. Wellicht wel even een paar vragen voor de camera. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hebt u enig idee wat u vanavond komt doen? Ik heb geen idee. Nee? U bent hier voor? Ik ben voor de EHBO. Ik kom hier hulp verlenen. Oké. En doet u dat al lang? Al 18 jaar lang, ja. Maar u bent hier dus daadwerkelijk om hulp te verlenen? Ja, dus als u mij wil excuseren, dan ga ik nu even opzoeken waar ik kan helpen. Wilt u iets zeggen misschien voor de televisie? Ze wil echt niet. Hebben jullie een idee wat er aan de hand is? We hebben hulp ingeschakeld, meneer, dus het komt helemaal goed. De slachtoffers schijnen overal te zitten, naar nu blijkt. Hallo mevrouw, hoort u mij? Zit hier nog op het toilet. Hoort u mij? Ik ben Monique van de EHBO. Ik ben hier samen met Annemarie. Wat is er aan de hand? Wie bent u? Is u niet goed geworden? Wie bent u? Manon? Ja, Manon, wat is er gebeurd, Manon? Denk jij dat jij deze situatie aan kunt? Of zou je misschien hulp halen? Ik ga hulp halen. Maar het zou vanavond eigenlijk gewoon een leuk feestje zijn, omdat we 80 jaar als EHBO-vereniging samen zijn. En dan escaleert het toch zo in zo'n grote ramp. Hoe kan dat gebeuren? Ja, dat is een beetje EHBO-vereniging eigen. Hè? Dat moet altijd eindigen in bloed en verband en hulp verlenen. We willen toch de mensen actief zien. Ik vind het wel bijzonder om te merken dat in het gemeentehuis van Rijssen iemand met een Heracles shirtje staat. Meneer, kunt u aangeven om welke reden u hier bent? Nee, ik gewoon koffie. Ik was koud en het zit zo groot op dit. Het zit er bovenop. Nee, dat is een camera. Laat u die maar even met rust, meneer. Laat u die maar even met rust. U zei dat u even koffie wilde komen drinken. Ja, heb je koffie voor mij? Zullen we eens even kijken waar we koffie kunnen halen? Ja. Loopt u maar met mij mee. Dames, hebt u enig idee wat hier aan de hand is? Wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat meneer een paar pilletjes heeft gebruikt waardoor hij leuke roze olifantjes ziet. Dus wij gaan hem proberen even wat water te laten drinken, zodat het pilletje wat sneller uitwerkt. Nou, ik ben verbonden aan de Lotus Club. Hengelo, Nijverdal, Oldenzaal. En die willen graag dat er een dokter regelmatig op hun oefeningen en trainingen meekijkt om te kijken of ze het een klein beetje adequaat naar voren en tot uitbeelding brengen. Waarschijnlijk heeft deze mevrouw de knie gebroken. Ze geeft heel veel pijn aan en de ambulance is er voorlopig ook nog niet. Dus we ondersteunen de knie met een deken. Dat de ambulance er is en proberen gerust te stellen. En hebt u een idee hoe dit gekomen is? Ze is omvergelopen. Er is paniek uitgebroken waardoor ze omvergelopen is. Ja, en dit heeft allemaal te maken met de raadsvergadering. Mevrouw, kunt u zelf aangeven dan of u voor of tegen bent voor de windmolens? Nee, daar ga ik nu niet over. Ga heen met dat ding. Nee, maar u bent hier wel... Ik wil jullie graag om hier nu weg te gaan, maar mevrouw raakt helemaal gestrest en daar hebben we geen zin in. Okay. Nou, dus voor dan... haar herstel, het beste al dat jullie nu gewoon even weggaan, dan kunnen we van goed focussen op haar. Rustig mevrouw. Hier rij je. Kom niet meer op aan, joh. Met een hoop commotie op de achtergrond spreken we met burgemeester Van Hout. Nou, wat is er aan de hand? Ja, er is een oefening hier, maar het lijkt haast geen oefening. Het is gewoon bijna echt, hè, wat hier gebeurt. En dat is mooi om te zien, want dat heb je ook nodig om een goede getrainde EHBO te hebben, denk ik. Kijk aan, we horen op de achtergrond een hoop tumult. We hebben in scène gezet inderdaad dat er een hoop slachtoffers zijn. Hebt u al wat mensen gezien? Ja, zeker. Tot bloedens toe sommigen. Dus het is wel een hele spannende oefening. Ik ben blij dat die niet echt is. Maar ik vind het wel mooi dat die zo echt is vormgegeven. Want uiteindelijk dat ook het beste resultaat geeft. Dat je dat zo
goed en zo getrouw mogelijk met elkaar ook doet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook wel respect voor dat mensen ook hun vrije tijd inzetten om ook te oefenen voor een situatie die heel levensbedreigend kan zijn. Om dan juist ook als vrijwilliger ook echt het verschil te kunnen maken ook voor je medemens. Dus dat vind ik ook heel mooi dat dit ook gebeurt en dat dit kan. Ja. Fantastisch, dank u wel. In ieder geval ook voor het beschikbaar stellen van het gemeentehuis. Ja, graag gedaan. Het is ons gemeentehuis. Het is van ons allemaal. Dus heel graag gedaan. En daarmee sluiten we ook de oefening af. Ik hoor het op de achtergrond. Dank u wel. Graag gedaan. Volgens mij is die goed.